Wauw. Types mannen. Het gaat toch raar zijn om elkaar een maand niet te zien. Mooi, mooi, mooi. Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Het is 9:40. Ik ga vertrekken naar kantoor. Vandaag tot 1 uur gaan we nog nieuwe collecties shooten. En dan kom ik terug, want wij vertrekken op vakantie. En we vertrekken deze avond naar Amsterdam. Morgen hebben we de vlucht, maar we slapen deze avond nog daar. Dit zijn trouwens mijn lippen. Dag 2. Ja, eigenlijk dag 3. De bovenlip is nog wel wat gezwollen. Zoals je kunt zien. En vooral aan deze kant. Omdat ik hier en hier wel wat meer blauw heb. Maar oké, het begint er wel beter uit te zien. En het is ook minder gevoelig, dus dat is ook al goed. Oké, ik ga weer trekken naar kantoor en ik neem jullie mee. Ik ben ondertussen al even op kantoor. We hebben al nieuwe collectie uitgepakt, nieuwe collectie geshoot en zo. Dus dat is allemaal al gedaan. Céline is nu net naar het postkantoor vertrokken. En we hebben net afscheid genomen. We gaan elkaar voor een maand niet zien. Een maand, hè. Dat is echt nog nooit geweest sinds we 10 zijn of zo. We hebben elkaar nooit langer als een maand. Allee, als 3 weken hebben we elkaar nooit langer als 3 weken moeten missen. En nu dus een maand. En ik heb net ook nog een briefje geschreven. Ik ga u missen. Heb ik erop gezet. Maar ja, we houden natuurlijk wel altijd contact en we sturen de hele tijd. Dat moet ook zeker met de webshop en zo. Dat is nodig. Maar ja, het gaat toch raar zijn om elkaar een maand niet te zien. Ik ga nu afsluiten. Dan ga ik vertrekken naar Bilze, want ik moet mijn camera nog gaan ophalen. Ik zal trouwens ook al eens een sneak peek geven van de nieuwe collectie. Ik ga gewoon zo er een beetje door. Dan zien jullie wel iets qua prins en zo. Oké. Doei kantoor. Tot over 2 weken. Ik ben terug thuis. En ik heb mijn camera terug. Ik ga hem openmaken. Oh, ik ben kei blij. Tot. Dat mijn camera terug is. Stiekjes. Hier is hem. Ik hoop dat hij goed gemaakt is. Oké, alles zit er apart. De batterij. My camera. Echt blij dat ik die terug heb. Ik weet wel nog niet als we ze allebei gaan meenemen op vakantie. Ik ga eens vragen aan Sam zelfs. Wat we gaan doen. Oh, en het klepje sluit terug. Ja, en dat gaat terug aan. Ik ga ook eens een kaart erin doen. Oké. Ik denk dat Sam alle kaarten heeft. Dus ik ga even met deze kaart proberen. Ja, Milks. Ah nee, ik heb hier nog eentje. Normaal. I'm gonna checken. Dat is trouwens ook een kaartje. Aangekomen. Van Kay van Coolblue. En Kay zei, bedankt voor het vertrouwen in Coolblue. Super lief, met de hand geschreven. Dat is kei tof. Geeft toch wel een meerwaarde. Ik heb even moeten wachten op mijn camera. Maar hij is nu wel. Oh ja, daar klikt hij ook terug in. Jee. Jee, hij gaat. Woehoe. Ik ben kei blij dat ik mijn camera terug heb. En Coolblue heeft goed een goede service gehad. Dus daar ben ik wel blij mee. Yes. Oké, wij zijn klaar om te vertrekken naar mijn ouders. Ik heb al een jogging aangedaan, grijze joggingsbroek.
nieuwe trui van Totally Too. Ik weet niet of die al online staat nu. Maar op www.totallytoo.com kunnen jullie eens kijken. En dat is deze. Die past wel, aangezien dat ik naar Amerika ga. En ik ben de katjes nog snoepjes aan het geven. Hè? Oh, ik ga mijn katjes keihard missen, hè. Maar ja, ze zijn in goede handen bij Sam zijn ouders. Dus dat is wel fijn, dan ben ik gerust. Maar toch, ik ga ze echt missen. Maar ja, komt goed, hè. We zien elkaar ook weer snel. Muffin is het al op. Alweer snel terug. Ik ga Muffin nog een paar extra snoepjes geven. Muffke. Hier. Oké. Sam is nog bezig aan zijn koffer, denk ik. Types mannen. Mijn is klaar. Ik hoop dat ik niks ben vergeten. Maar ja, we zullen wel zien. Als ik iets ben vergeten, dan koop ik dat daar wel gewoon. Sam, uw toiletzak ligt hier nog. Ah, oké. Okay. Uw toiletzak? Ja, ja. Ik heb trouwens nu ook een vestje aan van onze nieuwe collectie. Let's take the waters to in de koffer. Nee. Nee. Wat? Hierin, hè? Ja, ja, daarin. Maar dat is voor, eigenlijk voor vandaag en voor morgen vroeg en deze nacht. Want morgen op de luchthaven moeten we toch eerst ons water wegdoen, ja, snap je? Ja. Ja. Oké, okay, we hebben afscheid genomen van onze katjes. Zielig, hè? Ja. Ik vind het ook zielig. Maar ja, we zien ze binnen 2 weken terug. Allee, Milky is al aan het kijken. Snel. Toiletzak. Dag, schatjes. Dag, love you. Love you guys. Uw toiletzak, waar doet je die in? In mijn koffer nog. Oké. Goed. Ik ga nog mijn shoes aan doen. Deze. Op het vliegtuig. We vliegen morgen pas. Ik weet niet of ik dat al heb gezegd. We rijden vanavond naar Amsterdam. We gaan daar slapen in een hotel. En dan morgen vroeg hebben we de vlucht op Schiphol. En omdat we anders heel vroeg moesten opstaan om te vertrekken, midden in de nacht voor om de vlucht te halen, gaan we gewoon daar slapen. En dan kunnen we morgen vroeg rond 7 uur of zo opstaan, denk ik. Dat is beter. Dus, wat weer? Dat is beter. Dat is beter, hè. Dus ja, dag huisje. Tot binnen 2 weken. Oké, okay, we zijn aangekomen bij mama en papa. Zijn je er klaar voor, mama? Ja, yes. Ja, woehoe. We gaan vertrekken nu naar Antwerpen, mijn zusje ophalen op kot. En dan gaan we van Antwerpen door naar Amsterdam. Dat we blijven wonen in Amerika, als ik dat zo zie. Maar dat is ook omdat we hebben allemaal ook nog eens een trolley bij. Daarom is dat. Alleen jij hebt geen trolley bij. Ja, wij delen die. Daarom lijkt dat. Ja, ja, ik laat morgen vroeg nog dit in de auto. Zat die van jullie? Welke? Ja, dat is onze trolley. Ja, al onze laptop, 2 laptops zitten daarin. Nog een camera, GoPro, daar zitten wel zware dingen in. Papa de drone? Ja, we hebben de drone ook mee. Woehoe! We hebben net kei lekker gegeten. Daar zijn de 2 schnulletjes. En we gaan nu naar onze kamer, die heel mooi is. We hebben die daarnet al gezien. Ik zal jullie die s'avonds ook laten zien. En Anaïs, derde wiel aan de wagen slaapt bij ons. Hè.
wat weer per se bij ons slapen deze nacht. Man. You choose me. Ja, we hadden de keuze. We mochten kiezen. Ik zei, ik kies Anaïs. We nemen ze. We zijn er. 440. 440. En we mogen niet roken, hè. Spijtig, Anaïs. Kun je deze nacht niet roken? Ja, bedoel. Oké, hier is onze kamer. Het is echt heel groot. Hier zijn alle valiezen. Hier ben ik. Anaïs, haar bedje. Een salon. TV. Dubbelbed. Hier is ook nog heel veel plaats. Het is echt een hele grote kamer. Echt heel groot. Ik ga eens kijken naar het uitzicht. Wauw. Auto's. Allemaal auto's. En dan hier is de badkamer. Die is ook heel groot. Hier zijn de pompenbakken. En een bad. En hier is echt zo'n hele hoek niks. En dan is hier ook nog een douche. Dus ja. Dit is trouwens mijn outfit die ik nu aan heb. Mijn trui is van Totally Two. Of dat heb ik misschien al gezegd. Ik weet het niet. En mijn broek is van Woman's Best. Dat is gewoon een joggingsbroek. Ja. Mooi. Ik heb mijn schminker ondertussen afgedaan en me klaargemaakt om te gaan slapen. Sam ligt daar al. En Anaïs is nog aan het douchen. Maar wij moeten morgen heel vroeg op. Om 6 uur. Om onze vlucht te halen en te gaan ontbijten en zo. Dus ja, we gaan nu zeker slapen. Ik weet zelfs niet hoe laat het is. Oké, mijn gsm is nog niet opgestart, dus ik weet het niet. Maar hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. En wij zien jullie morgen.